Ajax tegen Panathinaikos. En die twee ploegen hebben een rijk verleden met elkaar. De laatste oefenwedstrijd voor Ajax op bekend terrein in het Olympisch Stadion. Erik ten Hag noemde het allemaal crazy, zoals het allemaal gaat. Voor betreft dat je met een halve selectie aan het seizoen moet beginnen en dat je niet weet voorlopig hoe het seizoen verder gaat. Dit is een kans en daar is de treffer voor Panathinaikos. Macheda. Nog eens kijken. Kijk, tussen Blind en Dest staat Macheda. En die knikt die bal prima richting de verre hoek. Heiting. Johansson half. Donny van der Beek. Van der Beek, goed gedaan. Marien. Het schot van Marien en de redding van Diudis en alsnog de kans. En Van de Beek vindt geen contact met Dolberg. Eerste kans voor Ajax. Na een klein kwartier voetballen. Hier nog eens die uithaal van Marien. En dan Donny van de Beek. De oefenwedstrijden in Oostenrijk was Dusan Tadic de eerste captain. En Huntelaar de tweede. Huntelaar is er hier niet bij. Die speelde eerder vandaag. En scoorde ook tegen Ovi Kreta. Dit is goed gedaan door Serginho Dest. Nou, dit moet de 1-1 worden en het wordt de 1-1. Donny van der Beek, na heel goed werk van Serginho Dest, is het Donny van der Beek die de 1-1 maakt in de 25e minuut van de wedstrijd. Kijk, hier wint Serginho Dest de bal. Niks aan de hand. Legt terug. En van der Beek krult hem richting de verre hoek langs doelman Diudis. Naar de fout van Gatsi Theodoridis. Gevaarlijke voorzet. Aanval duurt voort. Macheda. Dan deze voorzet die niks oplevert. Het voorzetje was er van Gatsi Giovannis. Gevaarlijk ogende vrije schop. En daar de tweede goal. En het is weer Macheda. Tweede goal voor Panathinaikos. Ja, die bal die komt misschien wat gelukkig via Insua bij Macheda. En die maakt zijn tweede van de avond. Handig gedaan. Gaat zich Giovannis. Maar ja, dit is minder handig in de voeten van Donny van der Beek. Links Quincy Promes. Het wordt Tadic. Dat is vertrouwd. Het hakje van Marien. En dan Dolberg die sterk doorzet. Het is uiteindelijk een hoekschop voor Ajax. Goeie bal. Maar de vlag omhoog en dus gaat het doelpunt van Schuurs niet door. Dolberg kopte die bal in buitenspelpositie. Schuurs maakte het keurig af. Maar het is voor de bühne. Hier Dolberg opnieuw. Kasper Dolberg probeert het. Ja, niet echt een venijnig schot. Maar hij is natuurlijk wel met een goed gevoel teruggekeerd uit Oostenrijk. Na twee overwinningen op Istanbul, Başakşehir en op Watford. Promes. Bijna Dolberg bereikt, maar ook bijna een eigen doelpunt. Donis, sterk gedaan. Maar dit is ook sterk gedaan. Kijk, daar het applaus voor de nieuwe man Lisandro Martinez. Uitstekende ingreep van de Argentijn. Promes. Bal binnengebleven. Dest. Van der Beek. Ja, moest heel snel draaien.
Deli Blind. Tadic legt terug. En Van der Beek haalde uit. De redding is prima van Katsaris. Tadic. Geen slechte bal. Oh, dat zou mooi geweest zijn. Lisandro Martinez kopt de bal langs het doel. Veldman. Tadic. Opnieuw Dusan Tadic. Was goed. Vindt hij een medespelerbal teruggelegd. Van de Beek half. Het wegwerken door Purguras. Taylor. Zo. Het scheelde weinig. Gravenberg met de inzet. Laatste aanval zal dit wel worden. Per Schuurs. Het laatste schot is van Victor Jensen. De redding van Kotsaris. Panathinaikos wint in het Olympisch Stadion van Amsterdam van Ajax met 2-1.